Vandaag is het vrijdag de 13e. We zijn weer lekker op de opgravingsplek. En vandaag mogen alle groepen 7 en 8 van de gemeente Dalfsen hier komen opgraven. En als ik op mijn lijstje kijk, is vandaag de wegwijzer aan de beurt. Er is een heel lespakket gemaakt. Even kijken of de kinderen daar iets van hebben opgestoken. Weet jij hoe het volk heet dat de hunebedden heeft gemaakt? Het trechterbekervolk. Goed zo. Hoeveel kralen had de ketting van een Merovingische dame? 400. Goed zo. Weet jij hoe dat witte spul heet dat in de trechterbekers werd gedaan als versiering? Ik heb echt geen idee. Dat heet toch botspasta? Je weet het, dat we het helemaal verkeerd. Gedeputeerde Hester Mai kwam ook nog even kijken hoe het hier ging. Wat zat er dan? Wat kan je ervan leren? Hè? Want dat is eigenlijk... Ja, waarom heb je gegraven? Dat is best wel interessant, toch? Het is leuker om te zien dan uit een boekje lezen, vind je niet? Ja. En je hebt het allemaal hier in Dalfsen. Misschien waren jullie voorouders wel die hier liepen. Waarom gaan jullie dan een keer? Wij gaan nu even graven. Nog in Zuidoost-Azië, er ligt een rijst op een verhoogd platform. Zeg Evelien, hoe kijk jij nou eigenlijk terug op de afgelopen periode? Nou, ik vond het echt heel gaaf. We hebben heel veel enthousiaste mensen gehad. Mensen die in de eerste instantie misschien niet eens zo heel veel wisten van archeologie. Maar echt na de tijd toch super enthousiast weggingen. Zelfs extra dagen nog een keer terugkwamen. En dit is natuurlijk wel een mooie afsluiting, dat alle basisscholen in Dalfsen nog even mee komen doen. En het allerleukste vind ik, dat als we aan het eind van de dag vragen, goh, wie wil er nog archeoloog worden, dat heel veel handen de lucht in gaan. Dat is toch wel heel erg mooi. Mr. Joël, wist u eigenlijk voor dit project al iets over archeologie? Ja, een klein beetje wel, want ik was vroeger heel erg fan van geschiedenis. Dat was mijn lievelingsvak op de basisschool en de middelbare school. Heeft u door dit project al iets bijgeleerd, iets wat u nog niet wist? Nou, ik heb het vooral nog niet eerder meegemaakt zo. Dus ik zie allemaal nieuwe dingen, ik ervaar allemaal nieuwe dingen. Ik wilde vroeger misschien ook wel archeoloog worden, maar om dit echt te doen is wel heel gaaf. Daarnaast denk ik dat het voor alle kinderen natuurlijk super bijzonder is dat ze hier mogen graven en dat ze dit meemaken. Want dit is een unieke situatie in de hele wereld. Julian, wacht even. Ja, ik breek even in. Ik sta hier in het gemeentehuis en ik sta hier bij een aantal van de vondsten van de afgelopen paar jaar. En ik vind het echt belangrijk om toch even te vertellen hoeveel bijzondere dingen er zijn gebeurd. Want het is niet alleen maar zo dat we dingen hebben gevonden die 5000 jaar oud zijn, wat al heel erg bijzonder is. Maar we zijn er ook allemaal heel erg enthousiast over geworden. En we zijn er, de bakker heeft er koeken en brood van gebakken. Ik herinner me nog dat er chocolade trechterbekers waren. En jullie hebben natuurlijk ook gegraven. We hebben een hele mooie film gemaakt, fantastische film. Die gaan naar Amerika, nu naar een filmfestival. Weet je, het zijn niet alleen maar die trechters die we hebben gevonden, maar het is ook ons wat we ermee gedaan hebben. En dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Dat wou ik even zeggen. Nou, ik vond direct al het botscherf en dat vond ik wel heel leuk. En ik vond nog een heel apart dingetje. Het was eigenlijk bij houtskool en ik vond het wel heel leuk. Ik vond het wel leuk, alleen soms dacht je wel eens, wanneer vind ik nou iets? Zeg Niels, heb jij nog afsluitende woorden voor mij? Voor jou? Ja, spijtig inderdaad, maar we zijn bijna op het eind. Je kan zien dat de schoolkinderen heerlijk bezig zijn geweest, lekker aan het graven. Mooie vondsten gedaan, maar het houdt nu echt bijna op. Dit is de allerlaatste put, laatste schoolklasse. En dan houdt het ook voor ons op, dan moeten we weer binnen verder. Met uitwerken, uitzoeken, wat hebben ze allemaal gevonden. Doei Niels, bedankt voor alle uitleg en misschien tot de volgende keer. Doeg! Dit was Lilian. Officieel vondstenvlogger van de gemeente Dalfsen. Dit was mijn laatste vlog. Vaarwel!